dit is een digitaal DS. Krijgen ze een signaaltje. Oh, arm omhoog. Nou, en dan geeft die zenuw. Die geeft dat door. Die zorgt ervoor. Bij jou gaat het dus heel moeilijk. Ja, sommige dingen gaan helemaal niet meer. Is het dus overal bij je lichaam? Ja, dus nou nog niet. Die zenuwen, die worden door iets. Die zenuwen die ervoor zorgen dat je spieren kunnen bewegen, die worden door iets, niemand weet wat, worden die zenuwen, die worden gevreten. En wie of wat dat nou doet, daar heeft niemand een idee van. Dus je kan er ook niet beter van worden, het wordt alleen maar erg. Dat gaat vrij snel, dus nou, je weet wel, overal zitten spieren. Nou, hierboven, hé, je spierballen, nou, die werken bij mij niet meer. Ik kan dus mijn arm niet omhoog krijgen, die ook niet. Echt niet? Nee. Kan je ze wel naar beneden doen? Tot zover kom ik maar. Ook vooruit, dat lukt niet. Hoe kan je dan deze pakken? Omdat het naar beneden gaat. Oh ja. Als die hier zou hangen, iets hoger dan mijn wijsvinger, dan kom ik er niet bij. Nee, je kan niet zo doen. Nee. Ook niet meer. Dus eigenlijk zijn je handen soort van stil daar. Ja. En mijn handen ook. Daar kan ik ook heel weinig meer mee. Zie je, ik kan niet eens een vuist maken. Die ook niet. Dus, en daar begon het ook mee. Dus op een gegeven moment kon ik ook niet meer op die gitaar spelen zo met mijn vingers. Weet je. Niet meer. Nou, hier zitten dus ook belangrijke spieren in je bovenbenen. Daarom kan ik, die zijn ook heel slecht, dus daarom kan ik zo niet opstaan. Ook de stoel heb ik heel erg benauwd. Samen heb je ook deze stok. En die stok, dus als ik loop, maar dan moet ik verdomd goed uitkijken dat ik niet val. Waarom? Omdat je heel slap op je benen staat. Omdat die spieren dus ook weer niet werken. Ja, het is een rotziekte. Dus je zit bijna eigenlijk bijna de hele dag op die stoel. Ja. En ook de spieren in je nek, ook, weet je wel. Dus om je hoofd omhoog te houden, dat kost je ook steeds inspanning. En je wordt ook heel gauw van elke inspanning word je hartstikke moe. Weet je, dus als ik mijn glaasje bier wil pakken, zo hier, dan moet ik dat zo met twee handen gaan doen. Weet je wel, en dan moet ik dat zo naar mijn mond brengen, want anders dan lukt het niet meer. Of een sigaartje. Weet je wel, nou ja, dat gaat gelukkig allemaal nog net. Dus, nou ja. Boven de trap. Ik kon me nog net vasthouden aan de leuning. Dus ik hing zo. Hing ik zo boven de trap, joh. Godverdorie, maar ik schrok mijn pot. Ja. Dus, gelukkig was Dien thuis. Nou, anders was ik niet omhoog gegaan, hoor. Alleen. Dus ik schreeuwde van, ik moest om hulp te hebben, want ja, je kan het ook niet vol blijven houden om maar te hangen, weet je. Dat is nou, toen hebben we met z'n tweeën gered. Toen kwam zij ook boven. En kon ze me tegenhouden en samen konden we ons nog net optrekken. Dus nou, toen hebben we besloten om ook maar een bed beneden te laten komen, want ja. Dat was gevaarlijk. Dat wordt veel te gevaarlijk. Als die naar beneden was gevallen, kan je zomaar doodvallen. Of je benen breken, of wat ook. Ja. Dat moet je niet hebben. Ja. En ik ben niet zo sterk dat ik hem kan tillen. En ik kon ook niet weglopen om iemand te halen, want hij kon het niet meer houden. Dan zou hij van de trappen vallen. Dus ik wil mijn been zo tillen, maar hij duwt aan de onderkant zo. Heel sterk dat ik zelf ook niet viel. Ja. Oh, het was doodeng. Ja. Nou, maar toen hebben we het met z'n tweeën gedaan. Ja. Steeds een stukje hoger. Ja, Die.